Ik ben Daan Reinders en ik ben van Instant Magazine. Dat is mijn bedrijf, wat ik samen doe met Joost Galema. Instant Magazine is een software tool, een webapplicatie, waarin onze klanten heel makkelijk zelf digitale magazines kunnen maken. Nico Burger, prachtige vrouw thuis, twee kinderen thuis. Beleggingen in wat vastgoed, ontwikkeling in wat vastgoed. Maar met name de telefooncentrale is toch wel mijn ding. De telefooncentrale is een oud voormalig KPN-gebouw, wat wij getransformeerd hebben tot een, mag wel zeggen, creatief bolwerk. Nou, mijn naam is Christian Bosman. Ik ben samen met Mark eigenaar van Jongens van Beheer. En wij zijn een ICT-dienstverlener hier in de regio Alkmaar. Nou ja, we zitten op het gebied van ICT. Dus wij proberen eigenlijk de ICT in de regio ook te stimuleren. Dat doen we zelf en samen met heel veel ICT-ondernemers die hier in Alkmaar gevestigd zijn. Ja, Instant Magazine is eigenlijk een web-based tool, een stukje software waar je als gebruiker op kunt inloggen. En dan kun je eigenlijk aan de hand van een heel palet aan templates en thema's die we hebben ontwikkeld, kun je heel snel zelf een mooi magazine samenstellen. Met name op het gebied van ontwikkeling, creativiteit, mensen bij elkaar brengen, mensen verbinden met elkaar, ontwikkeling richting de kennisregio. Zeggen wij, de telefooncentrale zou nog wel eens een verbindende speel kunnen worden in de hele regio op het gebied van creativiteit. Ja, tussen kennisregio Alkmaar en Instant Magazine, er zitten natuurlijk wel veel verbanden. We zijn sowieso lid van Club Kaas, wat een belangrijk uithangbord is voor kennisregio Alkmaar. Maar we hebben ook heel veel klanten hier uit de regio, dus Rabobank, wat ik ook echt hier goed geworteld is. Veel scholengroepen die hier vandaan komen en andere klanten. Dus ja, wij zijn wel echt wel kaaskoppen. Ja, iedereen praat tegenwoordig over cloud. En wij zijn er 5-6 jaar geleden al ingestapt. En wij noemen ons ondertussen wel de cloud experts. Dus de cloud experts van Nederland, die komen uit Alkmaar. Wij proberen de jeugd de kans te geven om in de telefooncentrale een week lang zich eigen te maken. Welke soorten beroepen zijn er nou? Middels allerlei opdrachten, de kans om zich daarin te ontwikkelen. En in ieder geval na een week een betere keuze te kunnen maken voor zichzelf. Welke kant wil ik met mijn leven op? Er zijn heel veel mooie bedrijven in en rond Alkmaar die hun automatisering nog niet goed geregeld hebben. En daar proberen wij aan tafel te komen om ze te helpen daarmee. Je kunt buiten je regio kijken, maar waarom niet eerst binnen je regio? Omdat daar nog veel te doen is. Bij ons tool is bijzonder, omdat we de eerste in de wereld zijn die hem zo heeft gekregen dat hij op elk device werkt. Nou, wij zijn natuurlijk gevestigd in Alkmaar en we komen volgens mij bijna allemaal uit Alkmaar. Als voorbeeld kan je natuurlijk stellen dat wij over 5 jaar bij de telefooncentrale ook ergens willen staan. Over 10 jaar ook ergens willen staan. Dus over 5 jaar moet je ook hip zijn, over 10 jaar moet je ook hip zijn. Onze verantwoordelijkheid is om te zorgen dat er elk jaar jonge mensen nieuw instromen in de telefooncentrale. Mijn persoonlijke dromen zitten voornamelijk rondom vrijheid eigenlijk. Ja, dus het lijkt mij gewoon te gek als ik wat minder nodig ben in de dagelijkse operatie. En dat ik gewoon wat meer kan bezig zijn met de toekomst van ons bedrijf en nieuwe ideeën proberen te ontwikkelen en nieuwe markten te bedienen. Waar ik van droom is een bedrijf neer te zetten wat regionaal is begonnen en wat landelijke bekendheid krijgt. Jongens van Beheer, de naam spreekt veel mensen aan. Wij willen die naam meer gaan uitdragen.